Ik ben Raoul Audians, bewegingswetenschapper en bijzonder lector sport- en prestatiepsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij de faculteit Bewegen, Sport en Voeding. En universitair hoofddocent bij de afdeling Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mijn bijzonder lectoraat is een uiting van de samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit binnen het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS. Binnen mijn onderzoek hou ik me bezig met leren en presteren in sport en andere prestatiedomeinen, waarin mensen onder bijzondere omstandigheden, zoals verhoogde druk, hun prestaties moeten kunnen neerzetten. Mijn naam is Johan Kegelaars, postdoc-onderzoeker aan de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam en tegelijkertijd ook verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik was de hoofdonderzoeker binnen het T4X-project en in brede zin richt mijn onderzoek op de psychologische factoren die mee een rol spelen in het bereiken van prestaties, maar ook het behoud van mentaal welzijn binnen sport en andere prestatiedomeinen. Om de top te halen in sport, muziek en dans is het natuurlijk belangrijk om heel veel te oefenen en dat ook voor jarenlang. Maar uiteindelijk gaat het niet alleen om de kwantiteit van trainen en oefenen, maar ook om de kwaliteit. Wat je precies doet in die uren van oefenen. Want dat bepaalt uiteindelijk het niveau dat je haalt. En daarom is ook de vraag van wat kunnen we nou doen en hoe kunnen we nou zo goed mogelijk trainen om het beste resultaat te halen. Hierbij hebben we gekeken naar het implementeren van verschillende oefenmethodes. Een ervan is deliberate practice, ofwel doelbewust oefenen, waarbij je eigenlijk heel gestructureerd aan de slag gaat en met het stellen van doelen, het plannen van het halen van die doelen en een aantal zelfregulatieprocessen zorgt dat je zo goed mogelijk gericht bent op het verbeteren van je vaardigheden. Daarnaast hebben we de mogelijkheden onderzocht om met mentale voorstellingen ook de prestaties te verbeteren en te oefenen. En het gebruik van externe aandachtsfocus. Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van een speciale occlusiebril, focusbril, die we bij het basketbal in hebben gezet om het basketbalschot en het kijkgedrag tijdens het basketbalschot goed te kunnen oefenen. Nou, als laatste hebben we een aantal methoden geprobeerd te implementeren waarmee je leert om te presteren onder druk. Presteren onder druk is iets wat in al deze domeinen relevant is uiteindelijk. Want uiteindelijk moet je onder bepaalde omstandigheden waarin vaak de druk hoog is een prestatie kunnen neerzetten. Nou, daar kun je je op voorbereiden door bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld te oefenen onder druk, dus op trainen de druk wat verhogen. Maar ook na te denken over de mogelijke scenario's die kunnen voorkomen. Zodat je toch enigszins bent voorbereid op wat er mogelijk kan gebeuren als je onder druk moet presteren. In het Training for Excellence, oftewel T4X project, hebben we daarom gekeken of we een aantal innovatieve evidence-based oefenmethodes vanuit de literatuur konden implementeren binnen praktijkorganisaties in sport, muziek en dans. We hebben daarvoor onder andere samengewerkt met een aantal muziekorganisaties, zoals de Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest, het Residentieorkest in Den Haag of het Conservatorium van Amsterdam. Maar bijvoorbeeld ook met de Orange Lions Academy voor Vrouwen, het talentopleidingsprogramma van de Nederlandse Basketbalbond en moderne dansopleidingen binnen Codarts Rotterdam. Ons onderzoek laat zien dat je nog best veel verbetering kan teweegbrengen met deze oefenmethodes. Zo vonden we bijvoorbeeld bij muzikanten dat ze zich meer bewust gaan worden van de manier waarop ze oefenen. Maar bijvoorbeeld ook dat ze weer efficiënt en gestructureerd gaan oefenen en dat ze met meer vertrouwen naar bepaalde performances gaan toewerken. Het T4X project laat dus zien dat je deze evidence-based methode ook wel echt kan gaan implementeren binnen de praktijk. In het algemeen kan dit soort praktijkgericht onderzoek, zoals we hebben gedaan in Training for Excellence, ook echt de brug slaan tussen theorie, wetenschap en de praktijk. Waarbij we evidence-based oefenmethodes hebben geprobeerd in te voeren in de dagdagelijkse oefenpraktijk van sport, muziek en dans. Dus echt die prestatiedomeinen. Maar natuurlijk geldt dit ook voor andere prestatiedomeinen, zoals politiewerk of brandweerwerk. Maar de Training for Excellence methode kunnen door iedereen gebruikt worden die bepaalde beweegprestaties moeten neerzetten. Het hoeven niet alleen topprestaties te zijn. En je kunt ook denken aan mensen die op de IC hebben gelegen
en daarvan moeten revalideren. Of mensen die meer moeten gaan bewegen, hè, fysiek inactief zijn. Als die aan de slag gaan, dan is het ook goed om doelen te stellen, te plannen hoe je die doelen kunt bereiken en daarin zelfregulerend te werk gaan. Om te voorkomen dat die mensen binnen 2 weken of de motivatie en het plezier kwijt zijn of geblesseerd raken. He, dus voor iedereen geldt dat het goed is om te trainen en te oefenen dusdanig dat progressie wordt geboekt, maar wel met behoud van mentale en fysieke gezondheid. Proud. Ja.